Belangrijk bij graslandbeheer is het herkennen van verschillende types graslanden. Het eerste dat je hierbij moet leren is fases van graslanden herkennen. Er zijn er zo 6, van fase 0 tot fase 5. In dit graslandje staan we in een fase 2 grasland. Het wordt ook wel de dominante fase genoemd. Wat je hier goed kan zien aan een dominantie van één grassoort, namelijk glanshaver. Het geeft een glanzende kleur over heel het grasland. En eigenlijk staan er nog zeer weinig andere kruiden in. Dat heb je bij de volgende fase, fase 3. Hier vlak voor mij staan een aantal soortjes reeds van fase 3. Ik zal er een paar plukken. Zo hebben we de scherpe boterbloem, wat al een soort is die in fase 2 kan staan, maar die zeker zal toenemen in fase 3. Een echte goede fase 3 soort staat hier wat meer vooraan. Zo, de meeste mensen zullen dit wel kennen, dit is rode klaver. Bij toename van rode klaver ben je een goed botanisch beheer aan het doen in je graslanden. Je graslanden nemen dus toe in diversiteit. Waarom moet je die verschillende graslandtypes of fasen leren herkennen? Dat is belangrijk voor je beheer. Want je maaidatum hangt af van in welke fase je grasland zich bevindt.